Oh, ik wou net opnemen en dan hoor ik dat OZW onder de vuur zit. Oh, we een andere keer wel. Want. Ik ga namelijk in deze video naar de toolshop. Jullie weten, in 3.0 kan je je eigen pickaxe kopen, je hengeltje en dat soort dingen. En nou heb ik al een paar. Nou heb ik al een paar. Oké, dank je. Nou heb ik al een paar hengels en pickaxes gekocht. Ik heb ook een rode, dat is een redstone pickaxe, heb ik gewonnen via een giveaway. Super cool. Maar in ieder geval, ik neem eventjes één pickaxe mee voor het geval dat. Het zijn allemaal. Hallo? Oh, daar. Hij heeft een klant. Hij heeft een klant. Oké, ik ga eventjes naar een toolshop. Want zoals jullie in de vorige aflevering hebben gezien, Donato, die heeft een. Of die is medewerker van een toolshop. Die zit in de Kaap. Dus daar ga ik eventjes heen. Ik moet eventjes er helemaal heen lopen. Want je kan je eigen krijting, XP zeg maar, omhoog halen. Door te gaan minen, vissen. Nou, je kan in Metopia ook minen en vissen. Alleen daar heb je een hoog level voor nodig. En dat hoge level heb ik nog niet. Dus ik moet in Graydale beginnen. Daar is het open allemaal. En daar gaan we straks ook eventjes heen. Maar we gaan eerst even wat tools halen bij de toolshop. Er zijn drie toolshops. In Gredel zit er één in de Winkelstraat. In Cosmo zit er eentje op een plek die ik even niet uit mijn hoofd weet. Maar Acte Jerko kun je daarvoor aanspreken. En je hebt hier in Kaap heb je er één zitten. Dus daar gaan we nu heen. Want die in de Kaap is best wel makkelijk te vinden als jij. Nou ja, stel je komt vanuit die omgeving, wat ik niet kan voorstellen, omdat je vaak zone 1 nog bent, maar dan ga je naar de tram Mechanica. Wanneer je daar uit bent gestapt, ga je in de tram naar het plein. En in het plein kom je hier zo terecht. Kijk, daar heb je het treinstation en daar heb je de pont naar Mindtopia. Dan gaan we hier zo lopen en dan gaan we hier in. En ik zie daar al een Donato staan. Dus ik ga eventjes Donato aanspreken. Hij zit op Teamspeak, dus ik zal hem even unmuten. Ze heeft niks gehoord, maar ik zit in fi. Hallo? Wie heeft niks gehoord? Zit je tegen die Niemand. jongen te praten? Ja. Oh, nou ja, maakt ook niet uit. Maar is hij een klant? Nee. Hij wil misschien gewoon wat vragen of. Oh, hij heeft een schattenbout. Ik wil de rest van mijn. Ik kom niet uit mijn woorden. Hoe gaat het? Ja, goed. Als het tegen mij is. Hey, ik zoek een goldcoin. Weet jij waar die is? Goldcoin? Ja. Nee, die heb ik niet voor de hand bereik. Oké, want ik heb namelijk 8 levels erbij gekregen en ik heb geen goldcoin, dus dat wordt een beetje lastig. Maar ik heb wel een pistool. Ho, Doe die deuren open nu. Nee, andere. Nou, laat hem. Ik wil spullen. Wil je spullen? Ja, kopen. Ja, ik heb nog twee vishengels en een pickaxe voor je. Komt heel goed uit. Ja? Ik heb zelf eventjes nog een oude pickaxe gepakt. Want ik ga straks even lekker grinden. Oh. Dus heb jij dat al gedaan? Ja, ik heb ook al gevist. Kijk, hier heb ik al een paar mooie beesten. Ah ja. Ja, je kan ze helaas niet opeten. Nee. Nee, er komt nog een NPC, heet dat? Ja, zo'n Sorry. NPC, ja. Ja, en dan kan je het inleveren, krijg je coins of wat dan ook ervoor. Ik weet het ook niet Ja. allemaal, maar. Je krijgt grinding XP. Ja, en dan kun je je vishengel als het goed is op upgraden. En ook je pickaxe kun je op die manier upgraden. Nou ja, dat is allemaal nog. Nou ja, hashtag Soen, hè? Ja. Echt DDG. DDG met hashtag Soen. Maar oh, staat iemand achter je? Oh, dat is mijn manager. Hallo manager. Hallo. Hallo manager. Hallo.
Nou, ik wil wel even hallo betalen, dan ja. Dan kan ik lekker hakken. Ja. Dat deden we vroeger ook, hakken, maar dat ging anders. Weet je wel wat voor hak ik bedoel? Volgens mij de danshakken, toch? De wat? De dansen, dat je hakken. Hak. Kan niet in Minecraft. Nee. Maar ik vind het wel heel zielig, want hij is heel erg afgewezen. Ja, maar hij is wel manager, maar hij helpt. Het is al bewezen dat hij al heel lang helpt. Oké, want heel soms dan denk ik, hij is afgewezen, dus maar dan denk ik, dan hoort hij niet een baan te hebben. Maar komt er een klant even, een klant mag ik die doen? Ja. Nou, voor deze keer. Ja, voor deze keer. Nou, we hebben in ieder geval fishing rods en pickaxes, dus dan ga ik lekker grinden. Ik zal eventjes iemand anders opzoeken, want er is nog iemand die met mij wil grinden. Oh. Dus wacht even, ik moet even screenen. Ja, een screen. Oh. Een pistool in de hand. Is altijd leuk om zo'n screen te hebben. Als je ook wil dat ik mee ga grinden, ik heb ook nog een vishengel bij me, dus. Oh, maar ik ga eerst iets anders. Wil je ook een foto? Oh. Oké. Ja, dat is wat raar nu tegenwoordig. Het voelt net eventjes weer Qtrexia tijd, zeg maar. Ja. Dat iedereen gewoon continu je stalkt, zeg maar. Ja. Voor je gevoel, alsjeblieft. Oké, doei. Zijn ik er weg. Vorige keer vraag ik gewoon 10 euro per foto, hoor. Nou, dan word je rijk. Ja, nou, dat heb ik toen in Qtrexia ook een keer de tijd gedaan. Toen had ik echt veel geld. Mensen trapten er ook gewoon in. Dat is echt een goede manier. Alleen, ik zie het als een straathandel, dus ik denk niet dat het mag. Oh, nee, ja. Dat is niet jammer. Ja. Maar ja, ik wil je nog wat zeggen op YouTube? Hallo YouTube. Hallo YouTube. Ja, hallo. Het komt wel heel laat online, maar dat heb ik al vaker uitgelegd. In verband met gezondheid kan ik niet altijd. Yep. Ja, maar niet iedereen begrijpt dat helaas. Dat is wat jammer. Maar dat komt omdat ze dan net pas voor het eerst nu video's gaan kijken en dan hebben ze het begin niet meegekregen. Dus ik meld het toch elke aflevering dat deze aflevering dus ook weer veel later online komt dan dat het nu is. Het is nu 28/7. Het is een bloedhete dag hier, bij jou ook? Ja. Ja. Oh, wacht, een staflid. Oh, staf. Burgemeester de Kaat. Oh. Oké, nee, het leek net even fanboy. Fanboy. Ja. Fangirl. Hey. Nee, maar dan ga ik even lekker grinden. Ja. En dan justeer ik waar. Oh nee. Uh-oh. Nee, niet just Erik, just Timo. Nou, ik spreek je nog. En, ja. Ja, ik spreek je nog. Veel plezier. Ja, komt helemaal Gucci. En succes met verkopen. En de mensen weten nu waar het te vinden is. Dus dan loopt het storm over een paar maanden of zo. Want dan komt de video pas online. Maar het loopt storm hoor. Het gaat goed komen. Hey, doei. 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 Nou, nu moet ik eventjes kijken, want ik heb afgesproken met iemand. Daarvoor moet ik naar Gradle, ik moet ticket op. Ik ga er eventjes heen. Ik kan wel een eindje lopen, denk ik. Ja, ik moet best wel een eindje lopen, ja. Want ik moet in Gradle ook nog gaan zoeken. Ik weet wel waar die mine is, maar het is best wel een eind lopen. Hallo allemaal. Oké, de bus naar Gradle. Die moeten we hebben. Dat is deze. Yay. Wat fijn dat ik dat allemaal weet uit mijn hoofd. Zo, nou, ik ben in Gradle dus. Ik ben ondertussen heel erg veel aangesproken. Oei. Ja hoor. Weer een screen. Het is echt de dag van de screens. Altijd leuk even met die gun erbij op. Dat vinden ze zelf denk ik ook wel grappig. Ik weet het ook niet. Het zal wel leuk wezen. Huppakee. Ja, rip. Wat rip. Is het gelukt? Ik denk dat het gelukt is. You're welcome. Ik zal nu verder. Ik moet even verder, want dat is gewoon. Oh, wat? Welk. Geen idee. Kijk, dit soort vragen moet je niet aan mij vertellen, want ik. Ik weet dat soort dingen niet. Het spijt me zeer.
Ik ga eventjes kijken waar moet ik heen. Die kant op, geloof ik. Is die druk? Nou, ik ga even... Ja, ik ben even druk. Sorry. Het spijt me zeer dat ik je negeer. Maar ik moet eventjes... Nou, ik heb een afspraakje met iemand. Oh, dit is die... Unique Store. Oké. Ik moet even naar de brug. Want bij de brug zit een mine. En daar kunnen we lekker gaan minen. Als je een beetje laggy ziet, het komt omdat het helemaal vol is hier. Er staan 4 tabs. Dat is super druk. En dat wordt alleen maar drukker. Dus daardoor is er wat lag. Iedereen zit op één chunk. Dat gaat gewoon niet samen. Deze brug moet je over om bij de mine te komen. En als het goed is, staat er iemand op me te wachten. Kijk, er zitten heel veel mensen te vissen. Super grappig. Ik vind het wel grappig om zo een screen even van hun te maken. Zo. Staan hun mooi op de thumbnail, denk ik. Even kijken. Moeten we hierheen. En dan moeten we hier zo langs. En dan moeten we hier zo. En dan moeten we hier doorheen. Dan moeten we best wel een end lopen. Hier zo. En dan hier langs. En dan even kijken. Waar ben ik nu? Ja, daarheen. Zit ook al hierheen te vissen. Super leuk. Goede vangst al. Ja, even snel. Ik kom er wel even bij staan. Zo, met mijn gunno. You're welcome. Oké, ik ga met die gunno. Ik even kijken, want ik zag hier net iemand waar ik mee afgesproken had. Waar is diegene nou? Hè? Waar is die nou? Hallo? Hè? Nou, dit is gek. Misschien in de mine. Nou ja, zo kom je in ieder geval de mine in. Dan weet jullie dat ook gelijk. Even kijken hoor. Ben ik nou gek? Of ben ik nou gek? Daar is hij. Daar. Ja, hè? Hey, Martje. Hè, geef je over. Geef je goud. Geef je dia. Geef alles. Oh jee. Geef. Nu. Ik heb wel een flesje voor je. Daar ben ik ook al heel blij mee. Dat met het neppistool. Gelukkig. Nou, hey. Hallo. Ik heb een pickaxe gescoord. Goed zo. Ik heb er ook eentje. En ik heb 2 hengels. Oh, ik ook. Naaper. Oké. Zo'n naaper. Hey, een wiebe. Wiebe is een noob. Wiebe is een noob. En een vogel met een hele leven. Oké. Wiebe. Oh, hij is er ook nog. Wat oké. Okay. Ja, want je oké. Okay. Ik schiet je neer, hè? Dat weet je. Doe eens. Nee, doe maar niet. Oké. Okay. Wat? Heb je een rug? Nee, heb ik niet. Nee. Wat was dat? Dat was die vogel. Oh mijn god, ik schrik me rot. Hallo, gamer nog? Ja, dat is al vast. Ik ken niemand meer, maar ik doe wel... God, ik word helemaal gek hiervan. Zullen we naar de nieuwe mine gaan? Daar is het wat rustiger. Het is nieuwe mine? Mine Grey Deal. Oh mijn god! Dia! Ik wil Dia! Oké. Ik wil Dia! Oh, ik ook. Ja, die bovenste. Nee! Hij gaat ervoor, idioot! Help me! Ik moet hem hebben! Niet ervoor! Kutwiebe. Yes! Kutwiebe. Ik moet ook even eentje hebben. Ja. Auw, ja, ik stoot mijn voet. Oh my. Dat was mijn knie. Oké, mooi. Ik heb een pickaxe. Hup, waar ben jij? Maar. Waar ik ben? Ja. Ik ben naast je. Oh, die vogel die praat veel. Ja, maar zullen we nou even naar... Wat? Naar de nieuwe mine waar het rustiger is? Ja, maar ik weet niet of het een nieuwe mine is. Nou, dat weet ik wel. Dat weet Wiebe dat ook wel. Dus die kan ook dadelijk meekomen. Gaat weer irritant doen dan, denk ik. Als hij durft.
Waar is hij CEO van? Leuk, heb ik toch. Kut vieren. ik was bijna opgepakt net. Hoe dat? Nee, in de vorige aflevering dan. Ja, ik ging gewoon even met mijn neppistooltje ging kloten. Maar hij dacht dat het een echte was, dus. Maar ja, gelukkig niet. ik mocht niet zomaar gaan zwaaien. Kreeg. Waarom? Nou, omdat ik dat. Nou, laat maar zitten. Nee, dat flesje is niet voor mij. Ik heb nog honderden flesjes. Oh ja, ik ook eigenlijk wel. Ik verkoop ze gewoon, maar. Oh, wat is die koud? Bij je? Ja, jij koud, in mijn zakje. Wacht even hoor. Je zakje? Hoe heet dat? Even kijken, zo. Rugzak. Ja, dat. Het. Oké, ja, ik heb hem. Ja, het is inderdaad ijskoud, ja. En dan hebben wij maar ons een t-shirt aan. Ja. En je hebt vleugels. Oh, oh, oh. Kijk, ik hoorde dat er in deze tunnel een weg zit er naartoe, een makkelijkere weg. Ik weet niet of dat echt zo is. Auw! Maar dit is eigenlijk gewoon. Oh. Ja, ik had pijn. Een makkelijkere weg er naartoe of zo, dacht ik. Wat is dit, joh? Als we het moeten geloven. Dit ziet er wel uit als een mijn, ja. Wauw. Oh, huh? Dit leidt weer naar buiten. Oh. Maar hierachter zou het moeten zijn. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Och, daar hebben we een wiebe. Wiebe is een noob. Een wilde wiebe in zijn natuurlijke habitat. Hahaha. Het leeft ook nog. Oh, wacht, ik zie hier zo'n bord inderdaad. Oh ja, kijk, hier is ook een mijn. Maar die is van mij. Ja, hier is de mijn. Mijn. Mijn, mijn. Oké. Wie we oprotten. Mijn, mijn. En hier zou het ook rustig moeten zijn. Oh, kijk. Ja, je kan hier hakken al. Er is tot nu toe nog helemaal niemand. Wauw. Ja. Hoe kan dat dan? Want op de Dynamap, waar Wiebe altijd op loopt te kloten, Wiebe zegt altijd, kijk op de Dynamap. Elke keer doet hij dat. Maar dat zit ik in game en dan kan ik er niet op kijken, toch? Noep. Maar er staat toch niks op die Dynamap? Nou, je kan op de. Ja, op de Dynamap kun je wel vanaf een ander perspectief kijken. Oh. Nou, zullen we eens kijken wat hier allemaal te vinden is? Maar misschien. Ja. Het is hier wel een stuk rustiger, merk ik. Ik zag net mijn vlogs hier zo. Maar dit is best wel een grote mine ook. Want je hebt twee van dit soort hallen. Gold. En diamond hier zo. Oh. Ik ben al bezig met gold. Ik kan niet wachten tot die NPC's er zijn. NPC's. Ja, ik ook niet. Ik ben al een grind level omhoog gegaan gisteren. Ah, ik weet niet of ik het omhoog ben gegaan. Ik heb er niet op gelet. Helaas. Nou, ik zag dat in de chat en dan hoor je zo... Hey! Sorry. Ik ben net in de vondst dieper. Hou op, vogel. Ik wil ook een vogel. Oh. Maar je bent een vogel, een rare vogel. Nou. Oké, maar er is hier nog ergens een andere hal en daarvoor moet je weer een stukje teruglopen. Wiebe, laat eens zien. Ik ga nog even één redstone. Hé, Wiebe leeft nog steeds. Wiebe had zich voorgenomen om te muten. Maar ik vind het wel gezellig als hij meepraat. Ja, maar hij... Hé, mijn vlog is hier nog steeds. Where are you? Nou, gewoon een stukje terug naar de andere en dan een andere gang inlopen. Ja, gang. Er zijn allemaal mijn gangen hier. Oh, wacht, ja, hallo. Ja, allemaal mijn gangetjes. Kijk, mijn gang. Hier zo. Mijn gang. Zo, ga je gang. En er is nog een grote hal. Oh, auw. Mijn vlog is een beetje AFK hier zo. Wacht, ik ga eten in hem. Oh. Geef je over. Tor. Nou, ik denk dat hij gewoon zo zit te wachten en te kijken tot hij dia ziet of zo. Ja, maar dan moet hij niet alleen maar hier kijken, want dia's kunnen overal groeien. Weet je wat me trouwens is opgevallen? Wat hak jij het meeste? Ik hak eigenlijk gewoon van alles. Ik hak iron, ik hak coal. Lapis lazuli, diamonds, gold.
Ja, want ik ben erachter gekomen dat als jij kool hakt, gaat supersnel. In die tijd dat jij een dier hakt, ben je 7 à 8 seconden verder. En als je dus kool hakt, ben je 2 seconden verder. Dus in principe krijg je nog meer XP en coins voor kool dan voor dia. Als je dat bij elkaar oprekent. Ik heb het helemaal uitgerekend, ja, dat hoor. Klopt. Dus dat is... dit is gewoon sneller. Nee. Nee, is voor mij. Oh, net te laat. Ja, hallo. Aangeschuld, ik wil het. Nou, maar dan dit is gaan wel, we maar dit is wel, dit is op zich wel leuk, toch? Mijnen. Ja. Ik ben alleen heel benieuwd wat je er allemaal mee kan. Ja, ik weet dat je je tools kan upgraden. Voor de rest heb ik echt geen idee. Heet jouw vogel Razer? Ja, wat een lelijke naam, hè? Tja. Ja. Oh. Deze vogel moeten we slachten eigenlijk en boven het vuur hangen op een barbecue. Nou, dat vind ik dan wel weer te heftig, hoor. Dat kan je niet maken. Hey, mijn vlogs leeft! Hey, mijn vlogs. Waar is die? Hey! Oh, daar. Schiet hij is in dood, het schiet je dood, ik schiet je dood. Schiet je dood, schiet je dood, schiet je dood. Schiet je dood. Ik ga voorstaan. Doei. Ja, waarom? Mijn nepwapentje. Ik word een scheidsziek van dat mensen dat zeggen. Ik wil gewoon een waterpistooltje. Dat moeten ze gewoon echt verzinnen hierin. Ja. Weet je hoe warm het is nu? Ja, het is 19 graden. Bij jou? Bij ons is nee, nog 30. Nee, dat zie ik op het scorebord. Oh, daar, in Greedeel. Ja. Ja, je hebt echt niet. Ik zit hier achter een raam met zon erop. Oh, nou, bij mij buiten is het bewolkt. Oh. En bij mij 18. Ja, Belgen. Ja. In België is het altijd heet. Nee, in België hebben ze gewoon geen warmte, kennen ze geen warmte. Oh, arm België. Koude harten. Nou, ik moet zeggen, ik lig 's nachts wel te slapen met dekens over me heen, dus dat zegt ook nu weet je ook gelijk waarom Wiebe zo'n koud hart heeft. Ja, zoiets wou ik dus zeggen, maar ik kwam er niet op. Oh, nou, nu heb ik het voor je gemaakt. Ja, met je ok. De Wiebe-roast video zo. Nee. Wiebe, ik heb een vraag. Mag je quiz? En voor jou staat hier zo. Hoe vaak ben ik in de prison geweest? 1, 2, 3, 4. Boeit me niks. Goed zo. Matje. Boeit mij ook een niks. Een 1 met hoeveel nulletjes? Nou, ik hoorde net van de agent dat ik 16 keer erin heb gezeten, maar... 16 keer? Oh. Ja, ik weet niet of het klopt. Dat is best wel veel. Ja, nee, maar dat ja, maar, hè. Het is voor amusement. Dus, je ja, dat. Of gewoon noob zijn. Ja, jij daar. Hou je muil. Jij derp, je bent net nieuw hier. Ja, hebben jullie al de tutorial gedaan dan? Nee, moet ik nog even doen. Ik ben al klaar met de tutorial. Is die moeilijk? Nou, Martje, dan ben je niet welkom op Mytopia. Nou. Ik ben nu welkom op Mytopia. Ik heb zo'n heel mooi shirt. Ja, ik zie het. Ja, ik ben niet welkom. Kijk, is een medewerker van Martje. Mij. Ja. Martje, wil je zo'n shirtje kopen? Nee. Oh, 20k. Ja, doei. Oh. Dat is wel heel duur. Nee hoor. Wel. Hoe kom ik nou eigenlijk terug? Want ik wil eigenlijk zo even door. Nou, want, gewoon via de gang daar zo. Hier zo. Een bij weet ook nooit de weg uit zo'n bijval. Ik volg mijn vlogs. Ja. En kijk, toen... waar gaan we nu naartoe? Zullen we de mijn van de Kaap bezoeken? Ik weet die er ook wel te vinden. De mijn van de Kaap? Ja, die weet ik ook, maar die is dicht. Ook de tweede mine in de Kaap? Weet ik niet. Die is daar vlakbij. Ik wil in ieder geval even die andere mine kijken, wie er allemaal rondlopen. Allemaal derps. En dan ga ik de video afsluiten, want anders gaan mensen saai wegklikken, omdat het te lang duurt voor hun.
ja, goed, hè? Zo zijn mensen. Mensen hard. Hartloos. Saaie mensen zijn dat. Ja. Ja, terwijl ze altijd zeggen... Koud hart. Ja, maar ze... Het is allemaal Belgen. Nee, maar ze zeggen letterlijk van... Maak langere video's, dan doe ik dat en dan kijken ze niet langer. Weet je, dat denk ik echt van... Hoe weet je dat dan zo zeker? Nou, dan kan je checken, hè? Oh. Dat moet je toch weten, jij? Ik kijk jij. Nooit naar op mijn kanaal. Nou, doe maar gelijk even een promotie. Wat is je kanaal? Als je mijn Minecraft naam invoert op YouTube, dan kom je vanzelf bij het kanaal. Ja. Oké, blijf stilstaan dan. Nee, niet zo. Ja, dat is de naam. Hallo. Hallo. Oké, dit is wel een rot end lopen trouwens, dit. Hier is sneeuw, Martje. Kom je ook naar de sneeuw? Ja, ik je vleugels passen er perfect bij. Ik ben heel slecht in bergklimmen. Helemaal niet hoor. Nou. Ik kan vanaf hier zien dat je het goed doet. Totdat ik ergens in een gat zit of zo. Nee, kijk, nou kom ik al niet meer verder. Jammer joh. Oh. Ik moet het niet in één keer afvallen. Ik kan vast naar de mijn toe. Of wacht, ik kan vast op jou eigenlijk. Nee joh, ga er maar. Ik kom er wel aan. Dus ik weet nou, waar het is. Ik ben er al. Je bent bij mij. Ja, klopt. Waar moeten we heen? Deze kant op. Oh, en hier is de sneeuw weg. Hier regent het alleen maar. Oh, en hier waarom... naar beneden. Hier is de mine. Oh, ja, ik zie... Ah, ik ga in het water springen. Ah! Oh, oké, dat was echt heel erg... Natte matje. Ja. Nogal nat. Slechte graf eigenlijk. Ja, echt... Nou ja, ik heb gelukkig mijn poesje nu niet aanstaan, want anders hadden we een natte poes. Hey, wow! Ik viel bijna in de mine. Gelukkig bijna niet helemaal. Belly! Maar ik denk dat als de NPC's aanstaan, dat hier dan een NPC komt te staan. Ja, dat dacht ik gisteren ook al, ja. Ik denk niet. Jij denkt alles dat niet. Dat deurtje dicht. Oh, dat kan niet. Ah, gold. Dan gaan we nu op zoek naar diamonds. Ja, er gaat de veer weer verlangs lopen. Veer, wat? Ik praat echt heel raar. Dat was Wiebe. Nee! Wat ik? Ja, Wiebe was het. Ja, altijd. Ja, altijd die Belgen, hè. Ja. Goed zo, je zegt het zelf. Eigenlijk moet je nu wel even een sorry bloemje halen voor Wiebe na deze video. Nee joh, verdient hij gewoon. Waar kan ik een pickaxe halen? Ja, ik vind eigenlijk dat je pickaxe ook gewoon hier kunt halen. Dat vind ik gewoon. Maar dat je dan veel meer geld betaalt, maar dat je even snel eentje nog kan halen. Ja, ik snap sowieso het hele plan van DDG niet helemaal. Want eerst was het plan om één gratis stad te maken waar mensen, waar derps naartoe konden gaan om te werken en te minen. En nu hebben ze in elke stad hebben ze twee mines neergezet waar je kan minen en was heel mensen op jou gratis. Die ook nog dicht zitten. Ja, die ook nog dicht zitten, omdat mensen nog niet een hoog genoeg grind level hebben. Ja, dus dat vind ik ook een beetje raar. Huh? Zoek je redstone? Nee, ik zoek... Money. Oh, nou, ik vind gewoon... Had ik het redstone zelf wel. Ja, weet je wat het punt is? Ik hoop dat ze ook een keer gewoon doen dat je aan het hakken bent en dat je per ongeluk een item vindt of zo. Dat je dan in één keer een item krijgt. Dat zou toch fijn wezen, dat gewoon... Wat voor item? Weet veel, een biertje, wijntje. Dat soort dingen. Een biertje, uit een gold ore bijvoorbeeld. Ja. Goud biertje. Oké, nou! Nee! Nou krijg je het terug. Clear. Nee, erin. Ja, ik heb hem. Haha. Nee, maar ik ga wel even afsluiten. Ja, ik kom ernaast. Weet jij een leuk codewoord? Ja. Hashtag. TGC Martje 17.0. Dat is veel te moeilijk. Ik zei, weet jij een mooi codewoord? Je zei ja. Dus ik vind dat het codewoord... Jemig, dat is echt moeilijk. Oké, laat dat even achter in de reactie. En dan weten we dat je tot nu hebt gekeken. En abonneer ook even op deze noob. Oh ja, de naam staat nu mooi in beeld. We hebben trouwens allebei zo'n tuinpark.
Ja. Ik heb nu ook één. Ik heb een mooiere. Jou, oh jee. Jou, die heeft Joey we ook. We hebben allebei eentje die bij onze skin past. Ja, maar kijk, zonder... Ja, we hebben allebei eentje die bij onze skin past. Zonder broek lijkt het alsof ik nog een kort broekje aan heb. Kijk, als ik de broek uitdoe, dan... ja. Wie een noob. Oké, dit ziet er wel zomers uit zo. Het is echt zomerse dag, dus ja, ik zag het. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken iedereen. Laat even een like achter als jullie dat moeten wij dus dat leuk vinden. Nu. Wat moeten we? Oh, ik zweet me kapot. Wat? DDG-crate krijgen, omdat de zomercrate, omdat we de zomers uitzien. Oh ja, vind ik ook. Maar dat doen ze toch niet op deze manier. Stuur deze video door naar Bender voor summercrates. Oh. Nee, dan nou, zijn ze er al niet meer. Dan komen de herfstcrates als deze online komt. Oh jee. Weet ik veel. Nou, in ieder geval... De herfstcrates? Ja, ik upload wat later, hè. Oh. Oh. Ja, we zijn weer meteen aan de verte als deze video online komt. Dat denk ik wel, ja. Het is het opereren. Nou, in ieder geval... Dus misschien is deze mine inmiddels wel ingestort als jullie deze video kijken. Net zoals dat er allemaal nog prison video's online komen, hoe breek je in prison, terwijl dat prison al niet eens meer op die manier bestaat, maar het maakt niet uit. Ja. Gaat om de lol. Klopt. Ik heb nog mijn topje roleplay video's online moeten komen in de oude prison. Dat valt niet met jou af te sluiten, hè? Oké. Nou, we gaan afsluiten en dan zeggen we doei! Doei Wiebe! Hoi! Doei, doe je nog de groeten doen aan heel Vlaanderen? Ja. Nee? Oh, ja. Ah. Oké, dat was het dus. Doei! Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat. Doei!